Dames, heren, jongens, meisjes. Ik heb goed nieuws en ander nieuws dat ik zelf ook nog niet weet. Het goede nieuws op de video waarin ik zei we moeten 50.000 likes halen. Mijn vorige video ga ik proberen een verse te krijgen op het gek op jouw naam van Yeser. We hebben de likes gehaald. We hebben 25.000 likes gehaald. Ik heb hem dit bericht gestuurd naar Yeser. Yo, alles goed? Ik heb een vraag. Misschien heb je het al meegekregen, want ik denk dat wel wat mensen berichten hebben gestuurd. Maar ik zou graag een verse willen op het gek op jouw nummer. Ik snap als je denkt, daar heb ik geen zin in. Maar ik wil het graag toch proberen. Dus laat even weten dat het mogelijk is. Oké, dat stuur ik naar hem. Hij heeft me nu een filmpje teruggestuurd. Gisteravond eigenlijk al, maar ik heb nu pas tijd. Ik ga met jullie kijken. Dus ik weet niet of jullie dit ooit zien krijgen. Want op het moment dat hij nu zegt, yo, gaat niet gebeuren. Ja, dan is de kans natuurlijk heel klein dat jullie deze video zien. Want dan is het eigenlijk een hele korte video. Yo Koen, dit is je boy Yeser. Ik krijg dus de hele dag door berichten van mensen van Koen moet op die track. Nou ja, jij wil dus op de track. Gek op jou. Het was niet helemaal zoals ik het gepland had. Maar als het hard is, is het hard. Neem het op. Ik ben benieuwd. Oh mijn god, ik mag het gaan proberen. Ik ga het proberen. Hij zegt wel dus, als het hard is, is het hard. Dus ik moet dus een harde verse. Ja, logisch. Ja, jij wil ook geen verse op het nummer. Maar ik zie dat hij ook het nummer heeft meegestuurd. Ja. Yeah. Oh, wat lekker. Die is heerlijk. Yo, yeah, yeah. Oh. Ik wil jou het liefst voor altijd. Dit is een banger, holy shit. Waar is dan mijn verse? Ik ben dan even op zoek waar mijn plek is. Oh hier, oh ja, ik heb hem gevonden. Wij zijn een duo, wij zijn een duo. Wat een banger. Ja, ik voel hem. Na, na, na. Yes, oké. Mensen, ik ga Rut even een bericht sturen. Want ik moet naar Rutger toe zo snel mogelijk. Ik denk eigenlijk niet dat hij vandaag nog kan. Dat wordt dan morgen. Ga ik dus morgen even naar Rut toe. Dan moet ik even een keiharde verse neerzetten. En als het dan hard is, is het hard. Dat heb ik zojuist gehoord. Ik ben fucking hype. Wat een goed nummer, man. Ik wil jou het liefst voor... Ik zou eigenlijk mij het weer vrij moeten laten doen. Oké, dat gaat echt nooit gebeuren. Kijk, een wielrenner. Dames en heren, je weet wat voor tijd het is. Het is rood. Je weet wat voor tijd het is. Het is tijd om zo snel mogelijk in de studio te gaan. Ik moet mijn hardste verse ooit gaan schrijven. En dan kom ik op het nummer. En dat is misschien wel mijn allergrootste droom aller tijden. Dus, wat rest mij nu? Mij rest nu dat ik naar Russo toe ga. En dat ik hem ga vragen, help me alsjeblieft. Ik heb je hulp nodig. En dan ga ik een keiharde verse maken. En hopelijk vind jij zijn arm goed genoeg. Dr. Roetker! I need your help! Met wat? Ik heb de hart. Hey, godverdamme! Wat? Ja, maar waarvoor heb je hulp nodig? Ik ben echt druk bezig. Bro, ik moet een koude harde verse schrijven, want dan mag ik misschien op het nummer staan van Yeser. Het is een contest. Nou, ik weet niet of er ook andere gedachten zijn, maar het is een contest tussen mij en Yeser zelf. Oké, goed. En ik heb één verse nodig en dat is het eigenlijk. Laat me raden, het gaat over... The love. Dat hoeft niet eens. Maar gaan we wel doen. Doet het me bij, zijn een duo. Yeah. Rut, ik heb het gevoel dat je niet helemaal beseft hoe belangrijk het voor mij is. Wel, ik zwaai hem al helemaal weg. Ja, maar gast, ik moet echt een verse killen. Yeah. Wij zijn ook een duo, toch? Ja, we zijn ook een duo. Maar dat boeit niet. Duo, toch? Ja, nee! Nee, maar je snapt de ernst van deze zaak niet. Wel, ik begrijp het juist heel goed. Dit moet mijn beste verse ooit worden. Ja, maar jij leeft toch al in een soort liefdeswereld? Dus we hoeven alleen maar jouw leven in een tekst te stoppen. We hoeven niet lang na te denken. Jij leeft in romantiek. Leetel. We komen ergens. Nou, jij komt ergens. We komen ergens. Jij komt van ver. Ik kom echt wel van heel ver. Ik niet per se, maar ik ga nu wel een stukje inzingen en rappen. Doe ik anders een lamp voor jou aan? Ja, doe even een lamp voor mij aan. Jij bent YouTuber tegenwoordig natuurlijk. Gekke studiolamp. Hij kan dus ook warmer gezet worden. Kun je niet zien wit? Ja, ik snap dat, Rut. Dat heeft even iedereen. Zo. Dit is wel goed, hè? Zo. Woe! Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie met de ander, doet het me pijn. Wij zijn een duo. Ja. Want je bent een 10 uit 10. Dat heb ik al lang gezien. Ja, die was mooi hoor. Gozer! Woe! Mensen! Twee takes! Dit is niet zo moeilijk! Hoe als je kijkt! Wow. De laatste twee kunnen we nog een beetje sleutelen. De eerste is wel smooth hoor. Dat heb ik al lang gezien. Wow. Ik kan je zijn laten rappen voor je. Ja. Misschien dat ik je dan verdien. Wij zijn een duo. Ja!
Tuurlijk niet, ik vind hem niet. Verdien. Dat heb ik al lang gezien. Wow. Ik denk dat hij vanuit mijn overtuiging komt. Wow, wow. Dat heb ik al lang gezien. Ik kan je zeggen. Ja. Ik heb net zijn rug gelaten. Ja, dit noem ik nou echt stank verdaan. Ja. Ja, ik heb zo'n vieze rug gelaten. Maar dit is echt niet normaal. Ik had een adlib bedacht, die ben ik nu gewoon helemaal kwijt. Yes! Dames en heren! Als jij zei dit niet goed genoeg vindt, weet ik het ook niet meer. Hoe kan jij zulke gore scheten laten en niks hebben gegeten? Ja bro, ik weet het nog niet. Als ik het zou weten, zou ik het wel zeggen. Wil je een bonbon? Nee. Gadver! Die is een smerig man de hele tijd! Die is een vieze aap! Ben een vieze aap jij! Hij staat opnemen, weet je dat? Ik neem zo. Wij zijn een duo, dit is geen lening, ik bel je niet zomaar. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening, ik bel je niet zomaar. Dus je blijft gewoon hoog. Ik kan niet voor dat ik mijn hoofd zo omhoog heb de hele tijd. Zie je er toch raar uit dan je denkt? Wij zijn geen duo! Je doet weer. En ook zo. Je is door, je hebt een tik. Wij zijn een hoe doe je dan wij? Heb je nu weer niet op zitten lopen? Wij zijn een duo, dit is geen lening. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Nee. Verdomme! Je doet het zelf, Pik. Ja, ik kan het dan niet. Hoor nou, goed luisteren. Okay, okay. Ik weet dat je luisteren moeilijk vindt. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik bel je niet zomaar. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik bel je niet zomaar, niet uit verveling. Hey, hallo. Ja hallo, je doet weer naar beneden. Snel, nu heb ik je doet het weer naar beneden. Oh, niet goed? Nee, je doet het niet goed. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ja. Bel je niet zomaar, niet uit verveling. Ja, dan float hij lekker in. Okay. Wij zijn een duo. Nee! Nee! Waarom doe je dat nou dan? Ja, ik kan het niet! Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik wil je niet zomaar, niet uit verveling. Doe het weer, hè? Ja, ik vind het echt moeilijk, man. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik bel je niet zomaar, niet uit verveling. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik bel je niet zomaar, niet uit verveling. Fuck me, nee. Ik bel je niet zomaar, niet uit verveling. Ja, dat is al beter. Wij zijn een duo. Je hoeft niet zo raar te kijken. Ik moet constateren. Wij zijn een duo, maar dit is geen lening. Ik bel je niet zomaar, niet uit verveling. Dames en heren, we zijn nu op het punt dat we eigenlijk zo goed als klaar zijn. Ik heb een verse en ik ben er echt blij mee. Ik denk echt dat hij goed is. Maar nu moet ik hem dus gaan sturen naar Jesse. Dan kan hij gaan zeggen van, ik vind hem goed. Of dat hij zegt van, ai man, leuk gedaan, maar doei. Wat hij gewoon helemaal niet reageert. Dat is het allerpijnste. Dat ik het stuur zeg van, joh, kan je luisteren? Dat hij me gewoon nooit meer wat zegt tegen mij. Dat hij me gewoon voor altijd negeert. Laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan op een goede verse. En daar gaat het om. Meer dan je best kan je niet doen. Gadver, nu is mijn lens vies. Oh jee. Mijn lens is vies. Hallo, is er iemand? Iemand in de lens? Oh, lieve kijkbuik, kindertje. Volgens mij is hij weer schoon. Dames en heren, het moment van de waarheid is daar. Hij is af. Wat een paar dingen betekent. Ten eerste, mijn verse. Ciao naar Russo. Zonder hem was dit nooit gelukt. Zonder mij ook niet, want ik moest de verse inzingen. Wat we nu gaan doen, we renderen even dit stukje en sturen naar Jesser. En ik hoop echt fucking erg dat hij gaat zeggen, hey, it is nice. Here goes nothing. Let's get it. Ik heb een reactie, maar ik heb nog niet gekeken, want er is een melding. Jesser zegt, dik bro. Tof die rap zangflow! Heerlijk! Yes sir! Bro, hij appt me. Bro, eerlijk, die flow van je is heerlijk man. Je komt Drake op ze. Oh my god. Yes, dit hebben wij gedaan. Wij zijn een duo. Alles wat ik wil zie ik in jou. Je sprak al lang door mijn hoofd.